Het klinkt misschien een beetje cliché, maar echte schoonheid zit van binnen. Niemand is perfect en we hebben allemaal onze onzekerheden en onze imperfecties. Maar echte schoonheid zit van binnen. In deze portrettenserie ga ik in gesprek met verschillende mensen die trots zijn op hun perfect imperfections en die deze helemaal omarmen. Hoi, ik ben Thalia Lacroix, 20 jaar en mijn perfect imperfection is eczeem. Ik zie eigenlijk helemaal niks. Wat is jouw perfecte imperfectie? Ik heb eczeem, maar dat is op dit moment gelukkig een beetje rustig. Maar ja, het kan dan zo zijn dat het over een weekje weer wat heftiger is, om het zo maar te zeggen. Het ligt vaak ook best wel aan de weeromstandigheden. In de winter is het best wel heftig vaak en is het wat kouder. En in de zomer heb ik gelukkig de zon die me wat helpt. Dus dan is het wat rustiger, ja. Maar als het nou heel erg heftig is, wat zie je dan aan jouw lichaam voor de eczeem? Ja, voornamelijk mijn armen, die zijn wel echt het meest heftig dan. En hier begint het dan en het kan dus helemaal doorspreiden naar mijn hele arm. En het begint schilderig te worden, vaak van die pigmentvlekken krijg je er ook van. En heb je daar dan ook fysiek last van? Ja, in het begin natuurlijk niet heel erg, want dan is het nog, het kan wel pijn doen, maar niet heel heftig of zo. Maar als het echt open ligt, ja, dan doet douchen, bijvoorbeeld op bewegen, doet best wel veel pijn. Ja. Hoe was het voor jou om hiermee op te groeien? Verschillend, want je wilt het altijd verbergen. Dus dat was mijn voornamelijke ding. Ja, toch thuis zit je ermee, want thuis weet je dat je het hebt. Je ouders weten het ook gewoon natuurlijk. Ik denk dat dat voornamelijk ook mijn mentale struggle was. Omdat, ja, ik verbergde het, maar ik kon er niet over praten. En dat zat mij wel het meeste dwars. En hoe heb je daarover leren praten? Ja, toch wel opener zijn. Het laten zien van ik hoef het niet te verbergen. En dit hoort toch wel bij mij, dus waarom zou ik het willen verbergen? Want ja, het is mijn huid. Hoe maakt deze imperfectie tot wie jij bent? Ja, ik heb er natuurlijk heel erg mee leren omgaan. Maar het maakt mij wie ik ben, omdat ik gewoon... Ik ben Thalia met eczeem. En of dat nou is wanneer het rustig is of wanneer het is wanneer het heel heftig is... ik heb het en ik heb het leren accepteren en af en toe heb ik van die jeukbuien en af en toe wordt het wat erger. Maar zo heeft het wel mij gemaakt, om het zo maar te zeggen. Wanneer zit jij lekker in je vel? Wanneer ik gewoon in een spiegel kan kijken en kan zeggen ik hoef me nergens voor te schamen. Ook al is dat wanneer mijn eczeem gewoon wat heftiger is. En dat ik gewoon in een spiegel kan kijken en kan zeggen dit ben ik en dat ik het niet hoef te verbergen. Geef jij dan jezelf elke keer een motivational speech? Of? Gewoon even een schop onder je reet. Ja, stiekem wel, ja. Soms niet hardop, maar in mijn hoofd wel. En de ene keer kan het ook wat moeilijker zijn dan de ander. Maar uiteindelijk ben ik door zulke heftige dagen met mijn armen heen gegaan. Dat ik denk, ja, ik kan het ook wel aan. En wat betekent natuurlijk jezelf zijn voor jou? Ja, dat ik het gewoon niet meer hoef te verbergen. En dat ik ben wie ik ben. En daar hoort mijn huid ook bij. En daar hoort mijn eczeem ook bij. Want ja, het is een onderdeel van mij. En dat hoef ik niet meer te verbergen, gelukkig. Wat heb jij voor tips om jezelf echt volledig te accepteren? Schaam je vooral niet voor waar jij je voor kan schamen, om het zo maar te zeggen. Want het zit vaak erger in je hoofd dan dat andere mensen denken. En je gaat jezelf alleen maar mee zitten. Dus schaam je er vooral voor niet voor. En wees trots op jezelf.